U hoort bij elkaar? Ja. Oh, omdat ik van de loftboot ben ook een beetje, zien van elkaar. Zo. U gaat ook samen in een appartementje wonen? Ja. Woning? Oh, nou dan. In het begin van een nieuw leven. Sla een arm om erheen. Kom. Van harte welkom. Leuk dat je er bent. We gaan aanstonds met de plechtigheid beginnen. Okay. Dus kijk, je moet eigenlijk natuurlijk als gentleman moet je natuurlijk altijd een roos voor de dame. Ja. Zo, leuk dat je er bent. Komt u verder. Kunnen we doorlopen? Ik ook toch terug even laten komen in de rood van de welkom allemaal, komt u verder? Hallo, hallo, hoe is het met jou? En papa en mama gaan hem dan ook nu opzetten. Ja, wij doen hem nu opzetten. Ja, kijk, papa ook. Ik ook. Die haalt hem uit het plastic. Waarom plastic? Ben jij toevallig Bob? Ja, nee, weet jij. Ben je Bob? Is er een foto? Is er een foto? Nou, dan gaan we een foto. Eén, tweeën. Doe normaal. Oké, nee, dat ga je niet doen. Ik wil de krant ook. Ja, maar ja, het is zijn keuze. Komt u allemaal een stapje dichterbij, want het gaat ongeveer hier gebeuren. Welkom op deze hele mooie locatie, uw toekomstige woonlocatie. Ik was blij dat ik u hier welkom kon heten. Iedereen met een lach op zijn gezicht, op weg, een nieuwe koers naar een stoere woning. En dat is fijn. Ik heb ook gezien dat hier in de vlaggen, vond ik heel erg leuk, en zeg maar het bouwhout van het dak van het hele pand is verwerkt. Dat is dus oud sloophout nog uit de haven van Spijkenisse van vroeger. Dus maar voor de rest geen twijfels over de constructie. Ik ben vandaag uw ceremoniemeester. En ik heb dan ook de eer u wat mensen aan te mogen kondigen. Die u ook graag een woordje aan u willen richten. Bent u er klaar voor? Ja. Als eerste wil ik dan aankondigen de wethouder, de heer Igor Pal. En de heer Igor Pal is wethouder van ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid, verkeer en vervoer, werk en inkomen, dier en welzijn en andere agrarische zaken. Het is echt waar. En hij houdt, maar dat is een beetje privé, ontzettend veel van applaus. Dames en heren, de heer Igor Pal. Nou, van harte welkom ook namens de gemeente Nissewaard. Fantastisch dat u hier in zo'n groot aantal aanwezig bent. Ik begrijp ook dat u de afgelopen weken al kort kennis met elkaar heeft kunnen maken. Dat er al een borrel georganiseerd is. Zodat u een beetje weet wie de buren gaan worden. Volgens mij is dat altijd fijn om te weten. Natuurlijk is dit een mooie vervolgstap in de bouw van deze prachtige wijk. Met 51 woningen. Waarin we voor het eerst echt aan het water gaan komen. En echt gaan laten zien hoe mooi die haven gaat worden. Wat ons betreft wordt dit het visitekaartje van deze wijk aan de waterkant. En wat dat betreft heb ik altijd geleerd om het kort te houden. Dus ik ga u vooral heel veel geduld gunnen tijdens de bouw. Want u wilt er natuurlijk zo snel mogelijk wonen. Maar we doen ons uiterste best om dat zo snel mogelijk samen met de bouwer te realiseren. En vervolgens ga ik u natuurlijk heel veel woonplezier hier wensen. Dat u maar veel gelukkige jaren hier mag gaan doormaken, doorbrengen. Dan zou ik het woord nu willen doorgeven aan de ceremoniemeester. Of gaan we gelijk door? Ja, dan gaan we door naar een van de directeuren van Dura Vermeer, die het vervolg van de speeches voor zijn rekening gaat nemen. Dankjewel. Ja, mijn naam is Rob Dummers. Ik ben directeur
en verantwoordelijk voor klanten, voor jullie dus. Dus vandaar dat ik hier samen met jullie een feestje kon vieren. Want Eagle zijn gefeliciteerd. Ik denk met een heel mooi product in Spijkenisse, een nieuw product, Wonen aan de Haven. Daar kunt u zien hoe mooi het gaat worden. Alles is verkocht. De volgfase is ook al zo'n beetje alles verkocht. Dus volgens mij heeft u iets heel goeds gekocht. Gefeliciteerd daarmee. Ik wil even kort met jullie nog door de klantreis heen, wat u nog allemaal kunt verwachten. Als het goed is, heeft u uw huis bij de makelaars gekocht. Anders stond u hier niet. Inmiddels van dat huis met onze Suzannes, ik weet niet of ze er zijn, een thuis gemaakt met allerlei opties die u gekozen heeft. Badkamers, keukens enzovoorts. We gaan nu heien. Dit is iets wat u later niet zult zien, want het zit onder de grond. Maar ik kan u wel verklappen dat dat heel belangrijk is. En dat gebeurt hier op een hele speciale wijze. De uitvoerder Bas, zelfs die heeft dat nog nooit meegemaakt. Die stond hier technisch te smullen van wat hier allemaal gaat gebeuren. Daar gaan we straks de casco's neerzetten, de gevels en de binnenboel bouwen. Nou, en dan wordt het uw huis. Dan gaat u daar wonen. Wat we belangrijk vinden is dat u ook tevreden bent. U heeft tot nu toe geeft u ons een 7. Nou, daar zijn we niet helemaal tevreden mee. We willen graag een 9, minimaal een 9. U gaf in ieder geval aan dat u de informatievoorziening, de serviceverlening hartstikke goed vond. U gaf ook aan dat u wat beter kon. Dat was met name de opties. De tijd die u heeft om die opties te kiezen en ook gewoon het assortiment. Dus daar zullen we zeker wat mee doen om te kijken of we daar in ieder geval in de toekomst voor de bewoners hier nog wat aan kunnen doen. Nou, rest mij om u in ieder geval heel veel succes te wensen. Wij zijn voorlopig hier nog wel even bezig. Daarna gaat u zelf aan de slag met het afmaken. Dat is ook een stressvolle tijd, dus daar wens ik u heel veel sterkte mee. Voor zometeen gaan we hier een officiële handeling doen en dan gaan we daarna een toast drinken op uw woning. En dat is denk ik het allerbelangrijkste waarvoor we hier zijn. Nogmaals dank voor het vertrouwen wat u in ons gesteld heeft. Daarnaast wil ik de gemeente bedanken en de mensen van het Elementhuis waarmee we dit samen allemaal realiseren. En wat mij betreft gaan we nu aan de gang. Dank u wel. En het applaus is voor de heer Rob Tummers. Dan wil ik heel graag u beiden alvast even hier naar voren hebben. Mijn kabelsnoer reikt mij niet overal waar ik wil komen. Want ik heb hier nog iets bijzonders. Het is geheel gemaakt uit chocola. Het logo van de wijk. De H van Haven, maar met een dakje erop. Zodat iedereen weet dat die op deze manier omhoog gehouden moet worden. Heb ik begrepen. En dat wilde ik graag aan de wethouder overhandigen. Maar maakt u zich geen zorgen. Het is ook een loketje voor u om inderdaad straks allemaal naar Doppio's te komen. Maar ik verklap niet te veel. Nou, we zien daar beneden een groene, een gele en een groene paal in de kleuren van Dura Vermeer. Mijn verontschuldigingen trouwens dat ik de heer Igor Bal met al zijn portefeuilles zo uitgebreid aankondigde. Maar ja, u had geen verdere portefeuilles dan directeur van Dura Vermeer. Dus ja, ik kon dat niet zo uitgebreid doen. Maar we gaan zo meteen naar beneden. Maar er zijn 3 palen en we hebben daar ook een champagnefles hangen. En we hebben hier 4 veiligheidsbrillen. Ja, die mag u vast opzetten. En ondertussen wil ik heel graag naar voren vragen de eigenaren of de bewoners van de kavels 79 en 80. Want dat is namelijk precies het midden van de wijk. Ja, dat is leuk, hè? Goeiedag, leuk dat u er bent. Ja, ik had u al even begroet. Ja, u had dit niet verwacht, hè? Fijn dat u er bent. Nou, ik zou zeggen, u bent van woning 79 of kavel 79 of 80? 79. Nou, dan, u heeft een fototoestel vast. Maar u mag dan hier blijven staan om de foto te maken. En mevrouw, wat is uw naam? Edith, u mag zo meteen met de wethouder en de directeur naar beneden. En dan mag u in het midden gaan slaan. Dus u mag ook, zou de tas even hier houden, mag u ook een veiligheidsbril nemen. Want het is namelijk ontzettend gevaarlijk. Vandaar dat ik u spaar. Mijn mevrouw Edith ziet er onverschrokken uit en krijgt ook nog een heel groot aanmoedigingsapplaus. Dus, nou, aan deze zijde ja, mag ik jullie ook uitnodigen om te blijven staan. Maar meneer, u mag ook een veiligheidsbril opdoen. En u mag ook mee naar beneden. Maar voordat u verder gaat wil ik nog heel graag even uw naam weten. Richard. Dames en heren, applaus voor Richard. Uw werknaam is even Bob, maar dat heeft alleen met de gele helm te maken, anders vergeten we uw naam. Dan gaan wij eerst dopen, dus ik zou zeggen, neem geruime afstand. We gaan aftellen natuurlijk, even wachten. Daar gaan we. 5,
4. U bent er ook klaar voor. Telt u maar mee. 1, 2. Dat is helemaal fantastisch. Dat is al een groot applaus waard. Maar nu gaan wij, het klinkt een beetje ingewikkeld, in totaal 9 keer slaan. Beste mevrouw Edith, de heren volgen u. Ja. Maar we gaan, voordat u begint, of dol onder het gewicht bezwijkt, we gaan 3 keer heel rustig slaan. We gaan van 3 naar 1, maar we volgen uw tempo. Is dat niet heerlijk? Ja hoor. Bent u er klaar voor? Ja hoor. Is iedereen er hier klaar voor? Dan wil ik vragen of u uit luide borst meetelt in het ritme van mevrouw Edith. Daar gaan we. Hier komt de eerste klap. 3. 1. 2. 3. Dames en heren, allemaal van harte gefeliciteerd. Ja, ik zie mensen al in huilen uitbarsten. Het is ook emotioneel. En het heeft natuurlijk ook een lieve cent gekost. En ik vroeg al aan Erik, sommige mensen die kunnen nooit meer gras maaien, want die gaan van een huisje naar een appartement. Nou, ik wens u heel veel geluk en vreugde en ja, als kapitein van een cruiseboot ook heel veel liefde toe. Leuk. Ook nog even zwaaien naar de media. Dames en heren, heeft u een beetje het feestgevoel te pakken? Ik ga u allemaal meenemen voor een klein beetje opwarming en een drankje. Maar u mag gerust hier nog even rondkijken of u even in een modderpoel wentelen. Nogmaals gefeliciteerd. Ik ga u zo meteen aan die kant voorop. En dan zal ik u meenemen naar Doppio, al waar we echt even kunnen proosten op uw nieuwe woning. Gefeliciteerd allemaal.